It is time for some action. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de Philips True Wireless Earphones with Microphone. In ieder geval, wat we dus gaan krijgen bij de action, kwam deze tegen met dank aan een mede-familielid die eventjes een comment achterliet van hey, Wicked, er is weer een nieuwe earphone, want soms ben ik wel een weekje of anderhalf of soms 2 weken zelfs niet bij de action en dan blijkt er weer iets nieuws te liggen. Dus vandaag gaan we dit even uitpakken, ik ga het even proberen te laten horen en ik zal je vertellen wat ik van deze headset vind. Want ze waren iets duurder dan normaal, dus dan moeten ze ook zeker beter zijn. Deze earphones klinken misschien wel niet als hele dure van Samsung, dat kan ik je nu al vertellen. Maar vaak vind ik het wel leuk om dit soort dingen te testen, want het verrast je soms hoe goed ze toch kunnen klinken. Daarnaast, de vormgeving, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, dus ik ben benieuwd hoe ze mijn oren gaan passen. Ze hebben wel deze siliconen doppies, dus dat sluit het vaak wat beter af. Maar ja, laten we eens even kijken hoe ze uiteindelijk gaan zitten. Bluetooth ready to use met splashproof IPX4 en totaal 18 uur speeltijd, maar playtime with charging case. Of van andere woorden, totale met alle charges, dus je moet ze tussendoor wel eventjes opladen. Maar aan de achterkant vinden we eigenlijk vrijwel dezelfde informatie als aan de voorkant. Nou ja, ze hebben het hier, en dat vind ik wel apart, tussen 6 en 12 uur playtime. En aan de voorkant hebben ze het alweer hier voor 18 uur, dus wel verwarrend. Ga er maar gewoon vanuit van 6 tot 12 uur blijkbaar. En dat is ook een beetje van hoe hard je hem gaat zetten. Hij is splashproof, maar dit klinkt trouwens wel het leukste in het, niet het Nederlands, Nederlands is het spatwaterig, maar het Duits klinkt het beste. Spritzwattergeschütz, als ik het goed uitspreek. Kortom, klinkt in ieder geval leuk. Daarnaast hebben we in ieder geval Comfort Fit. Hij krijgt waarschijnlijk meerdere dopjes bij. En de microphone met assistant. En dat houdt in dat je eigenlijk in principe kan vragen van wat je wilt. Maar dit zijn echt verschrikkelijke irritante verpakkingen. Want je kan ze alleen maar openknippen. Ik weet al niet waar ik moet beginnen. Ik begin maar aan deze kant. Dan hoop ik niet dat het boekje onder fladderen knip. Zal niet de eerste keer zijn. En dan eens even kijken hoe alles erin zit. Nope, want het is een combinatie van dik karton. En dan hebben we daar inderdaad nog even al die andere zooi. Verschrikkelijk dit, jongens. Echt, Meestal knip ik hem gewoon rond als het nodig moet zijn. Nou, dan trekken we deze eventjes los. En dan halen we eerst even de rest er allemaal uit. De doppie zie je aan de onderkant. Zie je inderdaad nog eventjes een ander verpakkingje. Daar zit waarschijnlijk de rest van de spullen in. Ah, eindelijk. Dan hebben we het bakkie of het laatste station. Even kijken wat hierin zit. Oh, wat een gevecht zeg om dat ding eruit te krijgen. Verschrikkelijk. Ja, zoals ik al dacht. Hier krijgen we dan een kansloos micro USB kabeltje. Met een paar oordopjes. Nou, dat is wel prettig. Want hier kunnen we inderdaad even wisselen. Mogen ze niet lekker zitten. Dus heb je bijvoorbeeld kleine oren. Dan is het wel fijn om dit even uit te kunnen wisselen. Oeh, we krijgen nog papierwerk erbij. Met informatie. Ga eens kijken of we nog wat meer informatie hebben over de headset. Of de earbuds. Nou ja, hier geven ze al aan van hoe die uiteindelijk werkt. Inderdaad, hier kunnen we mee terugschakelen. Heen en weer door op de knop te drukken. Dat is op zich wel interessant inderdaad. 2 keer voor de oproep voor de assistent. Dat soort zaken allemaal. Dus je zou er eventueel ook wel mee kunnen bellen. Maar verwacht meestal geen wonderen van de microfoons die erin zitten. Daarnaast ook een manier hoe je moet koppelen. Laten we eens even kijken naar deze handleiding. Dan eens even kloeren wat hier allemaal in zit. Dit is algemene beschrijving zeker van wat er is. Want ik was eigenlijk op zoek naar de specificaties. Dit is allemaal over Philips en zaken. Dus voor de rest is er nou naar mijn idee niet echt veel informatie over te vinden. Welke versie Bluetooth dit is. En een hoop papierwerk waar we geen ene drol aan hebben. Maar laten we eens even een kijkje nemen naar de behuizing. De behuizing zelf ziet er wel degelijk uit. Uiteraard heeft het wel wat goedkoper klepje. Het nadeel van dit soort klepjes is als je hem laat vallen op een steen, dan is het vaak ook gelijk gedaan. Dus ik ben wel meer fan van die wat hardere, dikkere plastic pakjes. Vaak wel aan de binnenkant zit er bijvoorbeeld nog een extra plastic laagje. Dan hebben we hier de docking station. Even kijken, dat is de verkeerde, denk ik. Ja, klopt inderdaad. Het wijkmagnetisme. Oh, hij gaat gelijk laaien, zoals je daar ziet. Ze klikken er ook als het ware gewoon in. Ik hoor al gelijk zeggen dat hij power on zegt. Dus dat is op zich wel mooi. Het ziet er wel degelijk uit en zo. Vooral dat sluitingje. De knoppen zijn echt gigantisch. Dat is wel. Het is echt een gigantische knop die je in moet drukken. En er zit Philips op.
Maar laten we eens even de telefoon pakken en laten we ze even gaan koppelen. Als goed gaan ze nou knipperen, dus dan zijn ze eigenlijk aan het zoeken. Dus gaan we even de telefoon bijpakken. Zo, dan gaan we even naar de Bluetooth. Ja, daar gaat hij. Nee, weg met al die meldingen. Philips ziet hij al meteen. En ik hoor hem al zeggen dat hij connected is. Dus dat is heel mooi. En laten we eens even wat muziek luisteren. En gaan eens kijken hoe ze gaan klinken. Maar eventjes kijken hoe ze werken. Wat ik wel fijn vind, dat ondanks de grote knop is, dat je hem heel eventjes kort in hoeft te drukken. Druk je één keer, één van de twee, dan ga je pauze of play. Twee keer indrukken, dan komt de Google Assist. Hey Google, waar kan je nou enorme lekkere frikandelbroodjes kopen? Ja, wat zie je nou, ik heb toch helemaal niet meer zin afgemaakt? Wat een pokken ding. Maar hoe comfortabel zitten ze? Nou, om te beginnen, de vormgeving is wel briljant. Want ik merk dat op een gegeven moment als je hem in je oor stopt, dat vooral de middelste gedeelte in je oorschelp ligt. En deze gaat dan echt je gehoorgang in. En daardoor zit hij dan wel lekker comfortabel. Het zit er niet, zeg maar, je hebt wel van die oordop, die steek je in je oren. En dan vervolgens, ja, dan voelt het allemaal zo raar aan. Omdat eigenlijk de helft van die oordopjes dan half uit je oren steekt. Het is gewoon niet comfortabel. Maar dit past dan op zich best wel goed. Dus ik moet ze wel toegeven dat hij vrij comfortabel is. Ik ben totaal geen fan van dit soort oordopjes normaal. Maar deze, vind ze zeker niet verkeerd. Maar laten we even wat muziekjes gaan testen. En ja, hoop ik dat je een beetje het idee geeft van hoe ze gaan klinken. Maar het is altijd wel vrij lastig om even een goed idee te geven van hoe ze klinken. Nou, ik kan het je wel uiteraard vertellen. Voor de rest wat ik wel merk, ze zijn inderdaad wel comfortabel. Dat moet ik ze toegeven, dat vond ik op zich wel heel fijn. Laat me weten, heb je deze, wat vond jij hier nou eigenlijk van? Maar buiten dat, als je kijkt naar het geluid, een heel mooi stereo geluid. Midden en hoog is dan ook echt super goed aanwezig. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de bas, dat is dan totaal niet aanwezig. En dat vond ik dan ook wel een minpuntje, mag je van bas houden, zoals ik. Kortom, ik vind ze best wel lekker zitten. Je betaalt er ook ietsjes meer voor dan je gemiddelde Action AirPods. Want je krijgt er nog ietsjes meer voor terug in mijn idee. Ja, laat me weten wat jij ervan vindt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, druk het belletje. En dan zie ik jou weer de volgende keer.